Campbell, berucht, altijd werd die geluid voor die verschrikkelijke appels die hier waren, waarbij mensen geslagen en getrapt en mishandeld werden en ze moesten liggen op de grond en dan liep Cortella over hun rug heen. Toen we de Duitsers weggingen uit concentratiekamp Amersfoort, was een afspraak met de gevangenen gemaakt dat die Campbell alleen nog een keer geluid zou worden voor de mededeling: de oorlog is voorbij, de bevrijding is nu definitief. Aangekomen bij de Campbell, zei mevrouw van Overheem Fransje, luid jij de bel mij. En ik was in Amersfoort aanwezig omdat mijn vader daar 4 jaar gevangen heeft gezeten en als kok de gevangenenkeuken moest leiden. En daar bij de bevrijding ons, mijn moeder en mij, vanuit Hilversum heeft laten komen om daar weer verenigd te worden met mijn vader en daar de bevrijding mee te maken. Ik was bijna 10 jaar, in 1940. En 's morgens om 4:00 maakte mijn vader mij wakker en vertelde mij: jongen, de oorlog is uitgebroken. We gingen toen naar het balkon en daar zagen wij de gevechten boven Ypenburg, de parachutisten landen. En er werd geschoten op de vliegtuigen en sommige vliegtuigen die brandden al. Dat was een hele emotionele toestand. En 9 dagen nadat de Nederlanders zich overgaven aan de Duitsers, zijn 2 vriendjes en ik naar Ypenburg gegaan om daar te kijken naar de vliegtuigen die daar neergestort waren op de landingsbaan. We hebben zelfs in die Junkers gezeten, in de cockpit en zelfs in de metrailleurkoepel. Maar we vonden ook munitie. En een van mijn vriendjes die pakte iets op en het bleek een handgranaat te zijn. En hij trok daar iets van af en de handgranaat explodeerde en hij werd op slag gedood. En mijn andere vriendje en ik werden naar het ziekenhuis gebracht om scherven te laten verwijderen. Wij waren allebei gewond. Ik herinner me nog de dag dat mijn vader gearresteerd werd en ik op de lagere school zat nog in Den Haag. En dat ik toch een beetje kapot was. Die ochtend liet mijn moeder mij gewoon naar school gaan. En zij ging naar de familie toe en om te waarschuwen wat er gebeurd was enzovoort. Ik weet nog dat ik wat timide was en ook een beetje alleen was op de speelplaats, me een beetje terugtrok. En daar werd dan ook gevraagd wat en hoe. En dan vertel je: ja, mijn vader is vanmorgen weggehaald door de Duitsers. En mijn vader is uiteindelijk overgebracht naar het concentratiekamp Amersfoort. Dat was een nieuw kamp. Dat moest nog ingericht worden. En mijn vader was een bekende chef-kok. Men wist dat. En men heeft hem toen opgedragen om de leiding te nemen over de gevangenenkeuken. Hij was natuurlijk een beetje een prominente gevangene, omdat hij zich vrij mocht bewegen. Dat wil zeggen vrij bewegen binnen het gevangenenkamp, maar ook in het SS-kamp. Om daar met de leiding van het kamp overleg te plegen over de inkopen van voedsel enzovoorts. Mijn vader heeft gevangenen kunnen helpen die er heel slecht aan toe waren. En dan waren er contacten met de doktoren uit de ziekenbarak. En dan kwam er weer een signaaltje: joh, Frans de Kok, dat was zijn bijnaam. Frans de Kok, kun jij zorgen voor een beetje extra voedsel? Ik heb een patiënt, daar is er heel beroerd aan toe. Ook andere gevangenen waarvan die wist dat die dus niet in de ziekenboeg laten, maar die er beroerd aan toe werden, werden dan wel eens door mijn vader geholpen. Hij zei dan dat hij nieuw personeel nodig had voor extra werkzaamheden en dan trok hij zulke mensen ook de keuken in. Toen op een gegeven moment een hele zware dysenterie heerste in het kamp, bij de gevangenen, en er kwamen maar geen geneesmiddelen. Er stierven mensen, ze droogden uit en er werd niets aan gedaan. Toen heeft mijn vader dus ook weer via kanalen bacteriën gekregen. En die heeft hij, omdat hij zich vrij mocht bewegen in de kamp van het SS, in de keuken van het SS, heeft hij het voedsel vergiftigd en ervoor gezorgd dat het hele SS-kamp plat ging door dysenterie. En toen kwamen er geneesmiddelen voor de gevangenen. Het was zo dat de commandant Berg, die had mijn vader eens gevraagd: Frans, wil jij dit wild voor mij verzorgen en braden? Want, zei hij, in de SS-keuken verknoeien ze steeds mijn wild en ik wil dat jij dat doet.
Dat heeft mijn vader gedaan. En dat beviel de commandant zo goed dat hij regelmatig bij mijn vader eten bestelde als hij geen zin had om het eten uit de zeskeuken te eten. Mijn vader liet in de houtbewerkingsafdeling daarvoor een koffertje samenstellen. En dat koffertje, daar zette hij dan die schotels in voor de kampcommandant. En bracht dat door de wachtpost. Tussen het gevangenenkamp en het SS-kamp was een wachtpost. En daar moest hij zich melden en dan vertellen dat dat voor de kampcommandant was. En dan moest altijd dat koffertje even geopend worden. En dan zeiden de wachtlui, de commandant eet er weer goed van en wij maar uit die SS-keuken fressen. Dat heeft mijn vader Berg gezegd. Altijd willen ze in dat koffertje kijken wat u eet. Op dat moment heeft commandant Berg in de wachtpost een lijst op laten hangen waarop stond: er wordt niet meer in het koffertje van Frans de Kok gekeken. Dat werd verboden. Op dat moment is het de smokkelkoffer geworden voor brieven van gevangenen, van verzetsmensen die net opgepakt waren en die bijvoorbeeld een bericht wilden doorgeven naar buiten het kamp. Er was een betrouwbare Duitser die die brieven dan naar Hilversum bracht, naar mijn moeder, en die zorgde voor verdere verspreiding. Ik herinner me een mevrouw die bij ons aanklopte en zei: er is telefoon uit Amersfoort. En mijn moeder en ik renden de straat over om dat aan te horen. We wisten dat er zoiets stond te gebeuren. En daar trof ik mijn vader aan de telefoon en toen heb ik wel even gesnotterd, ja. Mevrouw van Overeem was hoofd van de dienst voor speciale hulpverlening van het Nederlands Rode Kruis. Een krachtige vrouw die kans zag op de Duitse machthebbers in het kamp hier om haar vinger te winden. Dat mag ik rustig stellen. En mijn moeder en ik kregen mijn bericht onderduiken. Dat hield verband met het feit dat de Duitsers weggingen uit concentratiekamp Amersfoort. En dat ze misschien mijn vader wel om zeep hadden willen brengen. Omdat hij veel te veel wist van de misdaden die daar in Amersfoort begaan waren. En is dus daarom na de oorlog ook een belangrijke kroongetuige geweest in de processen tegen Berg en Cortella. En hoewel misschien de een nog meer heeft gedaan dan de ander, is van ieder der verdachten het complex van misdrijven zo ernstig dat ik meen ten volle verantwoord te zijn door tegen elk der verdachten de doodstraf te eisen. Ik dank u wel. Wij doken onder bij een arts in Hilversum. En op 4 mei kregen we het bericht: kom naar Amersfoort. Mijn moeder en ik zijn toen naar Amersfoort gaan lopen, want vervoer was er niet. Het was een flinke tocht, maar we hebben het gedaan. En tegen de avond kwamen we aan en werden we verenigd met mijn vader. 'S Avonds, op de avond van de 4 mei, notabene de verjaardag van mijn moeder, dat was natuurlijk een geweldig cadeau, kregen wij het bericht van: het is voorbij. De volgende dag zouden de Duitsers capituleren. En toen zei mevrouw van Overeem: mensen, naar buiten, naar de kambel. Ik heb de bel geluid. En op dat moment renden die gevangenen naar buiten, sprongen in de lucht, schreeuwden, gilden. En op dat moment begon ik me ook al wel meer te realiseren wat er eigenlijk aan de hand was. Als jongen van 14, 15 jaar, dan ben je toch, je neemt wel allerlei dingen op, maar echt verdiepen in de gemoedstoestand van andere mensen, dat is je nog niet zo gegeven. Maar daar begon ik te voelen wat die mensen eigenlijk achter de rug hadden.